Dames en heren, hartelijk welkom bij deze Disneycast. Alweer wordt er aan mijn schouder geklopt. Ben jij het? Jelle? Ja, ja. Wat heb je voor me meegenomen? Nou, ik dacht ik plak even een pompoen in mijn moestuintje voor Vincent. Oh, je moestuintje? Echt? Oh, wat... Nou, dat vind ik wel aardig. Ik wist niet dat beren... Ja, beren zijn altijd lief. Kijk maar naar Duffy natuurlijk. En, nou ja, bedankt voor deze prachtige pompoen. Dankjewel. Ja, ik heb er toch genoeg, dus ja. Oh, je hebt er genoeg, mooi zo. Zullen we even vast gaan lopen? Ja. Want weet je wat we gaan doen? Ik ga je meenemen in Disneycraft, maar eigenlijk ga je mij ook meenemen. Want ik ga jou vragen, wat is jouw favoriete plekje in Disneycraft? En misschien dat jij het Berenbos inloopt, net als we vorige keer zeiden. Ik weet nog niet helemaal wat jij gaat doen. Ik ben heel erg benieuwd. Dus ik volg jou gewoon. En tijdens het volgen gaan we even lekker babbelen. En mijn eerste vraag aan jou is, wat is nou jouw favoriete attractie in Disneycraft? Ja, er zijn heel veel attracties die ik leuk vind, maar de luchtattractie vind ik nu toch sinds die open is gegaan terug Haaks Ondergang. Ook al Haaks Ondergang? Oh, wauw. Nou, leuk om te weten. Ja, ja. Stefan vond het ook een hele leuke attractie en misschien omdat hij helemaal geremaked is. Vond je de oude beter of vind je de nieuwe beter? Ja, het is een hele tijd geleden tussen die open is geweest en ik herinner me van de oude niet echt veel meer, maar er zijn wel een aantal dingen vernieuwd en oude dingen staan er nog altijd, wat ik me wel nog herinner. Oh, tof. Vond de oude ook wel leuk. En volgens mij vind je dit... Volgens mij is dit jouw is dit niet jouw favoriete plekje hier? Hiertussen? Nee bij Kroelbeer en Duffy. Ik vond het wel... Nee, is dat echt jouw plekje niet? Nee. Oh, oké. Nou dan... Ja, ik volg jou dan maar gewoon. Ik probeer het te gokken, hè. Ik moet weten wat jouw wat jouw berenplekje is, hè, de server. Oh, je gaat helemaal daarheen. Wauw. En ik heb begrepen dat jij dus 11 dagen speelt bij ons al. Meer dan 11 dagen. Weet je hoeveel uur dat is? 24 uur keer 11. Dat is 264 uur. Wauw. Ja, dat is al wat. Dat, weet je, ja. Mega veel. Dat klopt. Wow. In het begin speelde ik niet echt veel. Kwam ik wel eens op een dagje af en toe een beetje kijken. Maar naar verlangen dat er meer dingen vernieuwd werden en bla bla bla. Ben ik veel vaker beginnen joinen. Oh, super. Dus eigenlijk door onze vernieuwde attracties ben je gewoon nu ook vaker aan het kijken voor nieuwsgierigheid. Want beren zijn natuurlijk nieuwsgierig. Dat klopt. Oké, tof. Nou, ik ben benieuwd waar je me meeneemt. Want we zitten nou in het nieuwe gebied van de piraten. En je neemt me mee hier naar... Oh, waar gaan we heen, joh? Gaan wij richting... We staan hier bij de Peter Pan's Flight. Dat is juist. En is dit jouw favoriete plekje? Dit is een van mijn favoriete plekjes, ja. En dan... wat is nou jouw plekje? Voor de ingang? Hij gaat open. Wauw. Dat was niet gepland. Nee, dat... Dat is mooi. En vind je het dan de attractie zelf? Of vind je dat hier in de wachtrij... Ja, ik vind elke wachtrij is eigenlijk wel uniek. En dat is met elke attractie ook zo. Ja. En ze zijn allemaal uniek. Zo hebben ze alles allemaal een uniek ding. Ja. Maar Peter Pan's Flight vind ik een heel erg leuke attractie, omdat het een dive coaster is. En ja, er is volgens mij maar één dive coaster in het hele park. Ja, dat klopt. Dit is de eerste en ook enigste in ons park. En oh, er gaat nu iemand achter mij zitten. Sorry Jelly, ben ik niet samen met jou? Nee, ik ben aan de andere kant. Oh, en toevallig wordt de attractie ook bediend door een knuffelbeer. Ja, ook weer door een beer. Wat is dat met... Is dit echt een berenattractie aan het worden? Volgens mij wel. Ja, ik heb het gevoel van wel. Nou mensen, we doen even een ritje in deze dive coaster. Dit was is het favoriete plekje van DJ Jelly. Net als Ines en Stefan die we hebben gehad. Trouwe bezoekers. Daar gaan we snel video's mee opnemen. Dus ben je een keer in de server, ben je ook op Teamspeak. Wie weet pluk ik jou eronderuit. En gaan wij een video opnemen. Woe! We storten massaal beneden in de duifcoaster. Een halve looping. En we komen bij het stuk dadelijk waar de breaks zijn. Kijk eens. Have a break. Have a KitKat Chunky Mini. Waar ben je, beertje? Ga je ook al? Ja, ik ben net vertrokken. Oh, je bent net vertrokken. Ik kan je net zien. Met de burgemeester. Met de burgemeester zit je erin. Nou, is dat een eer of niet? Tuurlijk. Ik zie je zitten, inderdaad. Hele eer. Oh, mooi. Dus dit is eigenlijk sinds kort nog je favoriete plekje eigenlijk, hè? Ja. Want deze attractie is helemaal niet zo heel erg
oud. Waardoor die... Klopt. Oh, tof. En wij gaan naar niet zo lang open natuurlijk. Nee, ook nog, ook nog. En je ging naar beneden, ik zag je. Even kijken of ik je nog even zie. Bedankt de beer voor het bedienen. De beren zijn heel erg sociaal in dit gebied. De pirate bears. En daar komen jullie. Hallo. Nou, Jelle, ik wil je bedanken voor het meedoen in de video. En bedankt dat je plekje wil laten zien. En ja, wie weet, tot in de server en tot de volgende keer. Doei, doei. Doei.